Ik ben Annemie van Hee. Ik ben de derde generatie van de Van Hee-familie. Dat is prinses Michelle, de nationale overwinnares van Tulle Jaarlingen. Maar in feite was zij ook de snelste op 16.605 duiven. Dus dat is eigenlijk origineel de Gino Kliklijnen uit zijn tweede nationaal kouwer uit de Red Philippe. Dus zij werd dus gespeeld hier op het Hotel Wetenschaphok. Die had heel goed aangelegd in het begin van het seizoen. Kwam goed, alle snelheidsvluchten heeft hij goed afgewerkt. Maar plotseling was haar partner weg. En de motivatie was ook weg. Die deed haar best niet meer. En met Tulle had ze een andere partner gevonden en blijkbaar klikte dat goed. En ik denk dat dat de motivatie was ook van haar prestatie. Voor de meeste tanden is het wel niet gemakkelijk. Ik heb er ook lang moeten op wachten. Al veel heeft dat zo geduurd, maar dat nooit wilde lukken. Maar ja, dit jaar was het bingo. Annemie heeft het van geen vreemde. Na de uitmuntende prestaties van grootvader Gérard en vader Michel, heeft ook Annemie de duivenmicroben te pakken. De druk is er ook wel. Hè. De naam van Hee en de dochter van, wat gaat hier een keer komen doen? Hè? Dus je moet je bewijzen. Dat was niet altijd gemakkelijk naar het duivenlokaal gaan. Ja, die ogen die op je gericht zijn. Als ze dus gestorven zijn, hebben we een totale verkoop georganiseerd. Maar heb ik voordat de duiven verkocht werden dus nog gekweekt uiteindelijk alle nationale winnaars en uit zijn beste kweekduiven, zodanig dat ik de basis kon houden. Dus de basis eigenlijk van mijn duiven zijn dus de originele bloedlijnen, dus nog de Van Hee-soort met de Bambino, de Motta, Vale Prins, de Patrick Puur-soort, ook de Stichelboutlijn zit daar nog in. En ik heb dat dan aangevuld met onder andere Verstratenlijnen uit de Magic Ace. En uit de Topstar, die wel heel wat succes heeft in de nakomelingen hier op het hok. Dan ook de Gino Kliklijnen hebben dit heel goed gedaan. Onder andere de Eerste Nationaal Tulle ermee. Ik had dus naast mijn fulltime job als papa overleed, ben ik dan verder ook gegaan in Van Hee-products met de duivensupplementen voor de duiven, dus alle vitaminepreparaten. En doordat dat echt niet meer te combineren was om alles samen te doen, heb ik dan beslist om eigenlijk dus mij 100% te concentreren op de duiven en op die duivenpreparaten. En maar ja, ik heb bewezen ondertussen, denk ik toch, dat ik er kan staan. Ik speel het liefst van al dus in feite de fondvluchten rond de 600-700 kilometer, dus de één das fondvluchten, dat de duiven s'avonds thuis komen. Ik vind het rendement van een duif wel belangrijk. Met deze vluchten kan je ook om de twee weken soms de vinnen iedere week inkorven. Wat je met die zware fondvluchten, dat is te zwaar, dat kan je niet doen, dat is maar om de drie weken. En ik vind dat je veel meer plezier hebt dan een duif, dat je iedere week kan zien vliegen en thuiskomen. Ja, het is heel intensief. Het is heel moeilijk te combineren met een gezinsleven eigenlijk. Vooral op het niveau dat wij nu spelen. Dat is drie avonden in de week gaan inkorven. De maandag zijn we weg voor de zware fond. De woensdag en de donderdag zijn we weg voor de fond en de zware halve fond. De vrijdag is de snelheid inkorven. Dan is de zaterdag duiven die thuiskomen. De zondag wat verzorging aan de duiven. Dus ja, de week is rond. Hè. We zijn niet altijd de meest aangename mensen, denk ik, in het duivenseizoen. Dus eigenlijk is alles geautomatiseerd. Alles zit hier eigenlijk op mesband om wat werk te besparen. Ja, ik beoefen alleen de duivensport. En dat is gemakkelijk. Dus de mest gaat eigenlijk automatisch in een centraal mestbakje. Gewoon op de knop duwen en dan zijn de bakken proper. Dat is eigenlijk nog iets van in tijden van mijn vader. Dat bestaat al heel lang eigenlijk. Dat is al, ik denk 35 jaar eigenlijk. Hij was een van de eerste die dat toen had. Hij was altijd een voorloper van alles. Eigenlijk moet je een beetje jezelf van werk verlichten en je gemakkelijker maken, zodanig dat je meer kan genieten van je duiven. Dus hier zijn we dan aangekomen in het hok eigenlijk, voor de nestenvinnetjes voor de zware fond. Dus die hebben Agen naar Bonne gevlogen.
En onderhoud is dat wel een heel gemakkelijke volière. Dat is met uittrekbare lades. Dus je trekt de lade uit en dan kan je eigenlijk alles uitpuizen zonder de deur te storen. Dus in feite is dat wel tijdsbesparend als je volières moet uitkussen en niet de roosters wegpakken, al de duiven wegpakken. Het kunt er wel wat tijd in en hier is dat heel gemakkelijk. Hè. Niet alleen Annemie is zot van haar duifjes. Ook haar hondje Babette is van. Dus bij mij mogen er dus geen duiven op de grond zitten. Duiven moeten vliegen. En onze takel Babette die helpt daar wel gedreven in mee. Maar soms als ze thuis komen, wil ze daar ook in helpen, is het averechtseffect. Op de kleine halve fond had ik een heel goede duif die dus op vluchten van Fontenay, Montoir, Orléans heel goed presteerde. Dus die wel in aanmerking kan komen voor een klassement van de asduiven. Babette, onze tackle, had de laatste vlucht. Ja, die duif willen binnenroepen en de duif was verschuwd en 1 minuut verlet. Het allermooiste is het moment dat je die duiven ziet thuiskomen. Dus je wordt beloond voor windspanningen die je gedaan hebt in de week. En die adrenaline die je dan hebt, dat is echt fantastisch. Dat is precies like een klein kind die beloond wordt met zijn lolly. Dat is echt, echt een heel toffe ervaring. En vooral als je toen nog de top speelt, wat er dan in je omgaat, dat is oef. Ja. Annemie wil dat haar duiven zich op hun gemak voelen. Want dat bevordert het spel. Dus op het hok speel ik in het vliesseizoen met bonenstro. Ik vind dat heel aangenaam voor de duiven, maar ook voor mezelf om erop te komen. De duiven ook best een dag, die kunnen gewoon in het zonnetje liggen en relaxen in het stro. Duivers de vinden ook, als ze thuis komen, is het ook veel aangenamer eigenlijk. En ook eigenlijk was dat oorspronkelijk de bedoeling om wat de kilte van het hok weg te nemen. In het voorseizoen kan het zo wat vochtig zijn en kil, koude nachten. En onder die roosters, dat is een meter diep hier bij mij, kwam die kilte naar boven. En dat is niet vast voor de conditie van de duiven. Het systeem hier totaal weduwschap. Dus hier zitten we nu op het hokgedeelte van de duivers. Dus als de vinnen dan terug binnenkomen van de vlucht, wachten de duivers in de volière van de vinnen. Die worden eerst uitgelaten om te trainen, de duivers. En dan komen de duivinnen via het doorgeefluik naar de volière om dan eigenlijk naar de voederbak te gaan. Dus dat is gewoon een klein klepje met dan een luikje naar de volière toe. En die kennen dat. Na 2 keer dat je dat hoeft, weten ze dat ze dat moeten doen. Annemie is een straffe madame die haar pluimen in de duivenwereld meer dan verdiend heeft. Toch wil Annemie heel graag tonen dat ze nog meer in haar mars heeft. De eerste nationale asduif, dat is ook een droom in feite. Waarom? Omdat dat een duif is die geclasseerd wordt dus over verschillende vluchten. En ja, dat is wel de max in feite. Vorig jaar had ik een eerste provinciale asduif. Die was 6e nationale asduif. Dus dat was al heel goed. Waar we heel content mee. Maar moesten we nu naar een nationale asduif kunnen werken, dat is wel mijn droom ook. Maar 1 droom is al uit te komen, die eerste nationaal. Dat wou ik toch ook verwezenlijken. Het is me eindelijk gelukt.